iemand tegen je zegt, ga uit de weg. Ga uit de weg, want anders gaat het gewond worden. Oké, daarnaast, ja. Het is lekker druk, de sfeer zit er goed in. We gaan beginnen. Kiki, the music, please. Ik ben benieuwd wie er gaat spelen. Smoking the cold tea, crazy in the trash, no game. Dancing in the hell, dancing in the face. Chasing the track, dancing on your grave. Chasing my passion, that's all I feel. What the fuck to feel? Chasing my passion. Smoking the cold tea, crazy in the trash, no game. Dancing in the Wrestling van de DWF. Wie zijn tegenstander? Undertaker. Ja, Undertaker. Ja, Samoa Joe. Harris. Mij weet ik het. De oude worstelingen wel. Beide worstelaars zijn in de ring en die volgen de introductie. Als eerste aan mijn rechterhand, hij komt uit Amsterdam, dames en heren, hier is Tenka! En zijn tegenstander, hij komt uit de hemel, Gabriel Angelfire! Ik wil op dit moment even attenderen op mijn mede-ringcommentator. Jarno zit hiernaast, hij wil verslag live geven tijdens de hele show vandaag. Zo, Jarno, tweede dag, eerste dag heb je gemist. Zin in? Ja, veel matches, veel aparte, veel goede matches. Referee Richard, geldt het, we zijn begonnen. En klap mee mensen, hij is jullie nodig. Hey! Angel Fire gaat voor een handshake, gaat hij hem aannemen? Is het te vertrouwen? Echt niet. Oh, bekijk het. Ik vind het mooi, die Angel Fire. Ik bedoel, Tango is technisch heel goed. Angel Fire ook, getraind door Ultimo Dragon, een Japanse worstelaar. Maar beide zijn ze heel erg technisch efficiënt. Alleen, Tango heeft de ervaring over Angel Fire. Angel Fire gaat voor zijn knie. En Tango heeft zijn knie. Heeft hem nog steeds ver onder controle. Oh, lekker. Hebben we de beenklem van Tango? Ja, zeker. En Angel Fire bereikt de touwen. Hij bereikt de touwen. In de touwen heeft je tegenstander 5 seconden om jou los te laten, of het zal eindigen in een disqualificatie. Bij de cirkel elkaar weer. Daar gaan ze. Oh, ze gaan voor de Roman Knuckles. Een hele oude krachtstrijd met de Herman op de hel. Oh, en daar gaat hij. Twee en nee. Zo snel met zo'n reversals. Met al die rolls omkeren. Daar zijn ze weer. Precies waar ze zijn begonnen. Ja, dat was in de aftastingsfase. Jazeker. En een wristlock van Angel Fire. Een polsklip. En hard aangelegd. Nu komt hij in controle. Hij heeft hem onder controle. Hij moet hem omdraaien. Oh, maar daar gaat Tenkwa. Wat een reversal. En Angel Fire zit vast. Prachtig. Daar zie je het verschil tussen deze twee mannen. Als Angel Fire domineert, dan domineert hij goed. Maar als Tenkwa, hij heeft zoveel technische aspecten. Je ontkomt er niet aan. En Angel Fire laat zien hoe trots hij op zichzelf is momenteel. Ik ben geconcentreerd. Ik ben altijd geconcentreerd, altijd gefocust. De grapple. Tenka met de arm. Weer een hammerlock van Tenka, nu staat. Oh, Angel Fire probeert onderdoor te gaan, hij ontsnapt eruit. Pak zijn been, oh netjes. En weer de dubbel op één klem. Terug naar side headlock. Wat een slag aan de man.
Als Angel Fire domineert, dan blijft hij de meeste op. Maar denk wel, met de reversal weer. Springt eruit. Angel Fire, oh! Zag het niet eens aankomen. Side hello van Denkwa. Prachtig gedaan. Nee, twee schouders waren enkele seconden op de grond. En oh, reversal. Oh, en weer. Denkwa, te snel. Probeerde de greep om te draaien, want midden in het omdraaien draaide Denkwa weer om. Wat een wedstrijd tot nog toe. Technische hoofdstandjes hier. Achteruit gevoerd. De fans genieten ervan, ik hier zie het. Ik zie het heerlijk, Jarno. Ten van probeert de truth mee te nemen. Oh, en hij komt terug. En weer een shot in de midsection. En nog een. Gooit hem de touw in. Komt terug. Ah, shoulder block. En een hard. Denkwa gaat neer. Gaat voor zijn benen. Springt er overheen. Leapfrog. Komt terug. Ah, armdrag. Armdrag. Snelle opvolging van armdrag. Dropt er op zijn kaak, mensen, kinderen. Lekker hoor. Oh, kan de monkey flip? Monkey flip. Oh. En dat voelt hij, jongens. Dat voelt hij. Denkwa, ja, op Denkwa een ferme controle. Oh, ga uit de weg, mensen, uit de weg! Oh, en Denkwa faked hem uit. Angel Fire dacht dat hij voor een sprong ging. Niet gebeurd. Psychologisch spel van Denkwa. Angel Fire nog steeds buiten de ring. Ik zou denken dat het masker al genoeg van een psychologisch spel is, maar hij heeft er nog veel meer. Inderdaad, en kijk eens naar de ogen van Denkwa. Gefocust. Angel Fire is zijn focus momenteel een beetje aan het verliezen. Hij raakt gefrustreerd. Verspilt misschien te veel tijd in het publiek. Hij is er weer in en gaat overnieuw aanpakken. Zal hij Denkwa kunnen domineren? Want dat is wat hij moet doen als hij wil winnen. Domineren. Enkele lock gaat de Denkwa niet redden. Want Denkwa, hij draait hem om en jij bent de klus. Slim door Angel Fire. Nu moeten ze gaasje pakken. Nu moet hij het gat dichten en kapitaliseren op Denkwa. Wacht hem op, kan de backbreaker zijn. Oh, harde backbreaker van Angel Fire. Oh, en trots op zichzelf en het publiek herkent het. Hij verdient een applaus. Ja, zeer zeker. Nu gewoon in een brute aanval, Denkwa. Houd controle over. Wacht hem naar Irish Whip, gooit hem de touwen in. Oh, en een clothesline! Fout hem bijna dubbel op zijn kaak. Angel Fire neemt controle over deze wedstrijd. De pin. Oh, two count en Gabriel Interfire gebruikt de touwen daar. Tegen de regels in. Inderdaad, de touwen gebruiken is tegen de regels. Als de referee het ziet, de scheidsrechter... Oh, een schaap met zijn schoen op zijn gezicht. Als de scheidsrechter het ziet, zal elke techniek die je toepast niet meer tellen en zijn hem los moeten laten als je de touwen gebruikt. Angel Fire laat zich niet van zijn beste kant zien hier, niet bepaald sportief. Hij heeft nu de kans om het voordeel te pakken in de wedstrijd. Jazeker. Angel Fire laat geen gaatjes open momenteel. Gaat ervoor. Gaat er nog een clothesline. Missed hem. Oh, sunset flip. 1, 2. Oh, 2. Nog niet open. Gaat er weer van. 1, 2 en nee. Oh, en knie in de midsection. Dames en heren en jongens en meisjes at ringside. Do not try this at home. Dit zijn getrainde professionals. Inderdaad. Oh, drop the roll. Denkwa gaat hard neer. En Angel Fire verspilt misschien niet zoveel tijd hiermee. Hij moet kapitaliseren, hij moet doorgaan. Hij zoekt zijn bijbel hier. Angel Fire neemt veel tijd. Denkwa heeft tijd om erbij te komen. Waarom geef je hem die tijd? Gaat voor de Camel Clutch. De Camel Clutch. En hij leest er de bijbel voor. Denkwa wordt gedwongen de bijbel te lezen. Ik weet niet of dit de beste manier is om een wedstrijd te winnen, maar het lijkt erg effectief op dit. Lijkt het op die pit, maar als u goed kijkt, ziet hij zijn voet op de keel van Denkwa. Hij burgt hem, wat illegaal is. Hij heeft 5 tellen om los te laten. En Denkwa was zwaar aangeslagen. En Angel Fire zet de aanval weer in. Kan Denkwa terugkomen uit deze verschrikkelijke aanval? Kan voor een verticale worp de vertical suplex gaan. Oh, hij komt terug, hij rolt hem op! 1, 2, hey! Oh nee, 2 tellen. Ja, zie je. Dit is gevaarlijk.
elk klein steekje dat Angel Fire laat vallen, weet tanken. Precies, dat is het. Je moet tanken. Geef hem een vinger en hij heeft je arm. Klaar, hij neemt elke opening die er is. Kijk maar, kijk hier, precies hier. Daar komt hij. 1, 2, en 3, en... Oh! 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 Iemands borst is blauw morgenochtend. Wat een comeback van Denkbaar. Denkbaar met een grote comeback, maar hem op backbody erop! Hij kan hem nu pakken. Het kan nu allemaal afgelopen zijn. Wat gaat het zijn? Nielus! Oh, en dan gaat hij neer. Denkbaar wat op center! Kan hij voor de pin gaan? Oh, wat gaan we nu krijgen? Pin hem op. Special. Oh, ontsnapt aan hem. Angel Fire komt terug met die forearms. Neemt weer terug met die harde klappen. Oh, wordt gereversed. Oh! Spacebuster! Spacebuster! Oh! Witch Cross Exploder! T-Bone Suplex met de armen bij hem, 23 afgelopen! Zoals je het nog niet wist. En Andrew Patterson heeft een beetje een probleem de afgelopen tijd. Kijk, ik word al enig tijd lastiggevallen door allerlei dames die met mij in de ring rondhullen. Ik zweer het, ik heb e-mails, ik heb faxen, ik kom op mijn telex binnen, overal. Nou, wat blijkt, ik heb onderzoek gedaan. Ze willen niet echt rondrollen, ze willen me allemaal slaan. Blijkbaar ben ik vrouwenvriendelijk of zo. Ik vind het mijn hoofd. Maar goed. Dus op dit moment wil ik uitdagen degene die bovenaan het lijstje staat. Courtney Sin uit Engeland. Mijn, als je niet te druk hebt met koken of bloeden of whatever, kom hierheen en kom het halen. Dank je. Oh, maar wacht, wacht. Inderdaad, je zegt het goed. Mijn entrance. Ik sta hier al, maar ik moet nog steeds mijn entrance doen. Dus als ik ja zeg, ik zei de music en ik moet jullie even hebben. En dan volgen hier de aankondigingen. Na de ring toegekomen. Uit Utrecht, de hometown hero, de $6 million man, Andrew Patterson! En helemaal vanuit Engeland, zijn uitdaagster, Courtney Sin! Kortstondige comeback van Courtney Sin, maar Andrew Patterson houdt de controle. Heer Midden, kijk verbaasd toe en niks aan hem doen. Tot nu toe is alles gewoon toegestaan wat Andrew Patterson doet. Ongeacht dat het de vrouw is. Ziet er naar uit dat hij de toepak wil werken. Oh, ze plak! Oh! Wat is hier?
dit? Oeh! Blijkbaar heeft hij zo genoten van de kus. Hij doet nooit meer! Die homo. En dat hebben we allemaal gehoord. En voor degene die kunnen dit lezen. Dat is een even in de bank. Maar hij blijft een aanval op Corny. Zelf tegen de hoofd, tegen het gezicht. Het staat nu als scherp gezien, ik weet het. Oh! Hij staat bij kick. Kans voor Corny Sim misschien. Dat voelt hij in zijn knie. Hij heeft blijkbaar last gekregen. Ja! Heb je een streek? Hij kan Corny niet waar naar de voordeel uit halen. Oh! Trap in de maag. En dan gaat hij rusten. Dat is het best. Oh, dus nog eens. Zet er vertrouwen in. Hou eens met. En het loslaat, ze duikt er onderdoor. En ze komt met de. Oh, wat is het? Grote kans van Corny Sim. Heel slim van Andrew Patterson. Gelijk de ring aan. Oh, Sim wel achteraan, maar Gary Miller houdt er tegen. Yeah. Andrew Patterson, heel slim. Kan nu bijkomen voor 10. Hij heeft 10 tellen om terug te komen. Maar die 10 tellen gaan pas in als Gary Miller begint. Hij is een papa! Hij heeft nog niet begonnen met tellen. Hij is druk bezig met Corny Sim. Corny kan het beste gewoon even stil blijven. Dat is Corny Sim. Schoolboy! Oh! Hij speelt hier de overwinning van Corny Sim. Corny Sim met de rug naar Andrew Patterson toe. Dit had ze niet aankomen. En hier is de winnaar. Andrew Patterson! I win! Do you hear him? I win! Yeah, be angry. 6 million ways to live! Choose one! Oké, en nu dat gedaan is, ik ga hem even opfrissen, dan ben ik weer terug.